Partijleider-voorzitter Paul Somohadjo wacht op de uitspraak van de kortgedingrechter in de zaak waarbij hij de vakbondsleider van Binnenlandse Zaken, Alisa Grant, naar het gerecht heeft gesleept. Somohadjo vindt dat zij hem vals heeft beschuldigd. Grant heeft op 30 september een petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk, waarin staat dat Somohadjo seksistische opmerkingen heeft gemaakt naar vrouwelijke medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De politicus is benoemd tot staatsadviseur op het ministerie. Somohadjo zegt dat de rechter elk moment de uitspraak kan doen, welke zeker in zijn voordeel zal zijn. Als je oprecht bent, ja, als ik zou zeggen, een reine geweten vreeg geen aanklacht. In het verleden had ze ook. Zo is gedaan. Ja, je weet, een van, weet die kapper weer, van, die had later bekendgemaakt dat het een opgezet is van de NDP. Ja, weet die man die, die knip haar, Marlon. Ja, maar ja, die had het verklaard. Ja, want hij had de zaak naar voren gebracht. Zodoende. Maar uiteindelijk ben ik vrijgesproken. Dankzij dat we nog een rechtsstaat hebben. Ja, dus ik maak me helemaal niet druk. Er zijn zoveel fake news, Facebook. Ja, ze hebben gehackt enzovoort. Ja, ik twijfel niet aan hun slimmigheid. Maar wat daar komen, vast in Facebook, zijn fake. Het is niet mijn apps, het is niet mijn stijl. Somohadjo zegt dat de politie inmiddels een onderzoek is gestart om na te gaan of de beschuldigingen op waarheid berusten. Die dames die daarop geplaatst zijn, zijn bezocht door de politie. Eén is doofstom, die heeft zelf een tolk nodig, die zegt, ik ken hem niet. Een andere jonge meisje, die zegt, nee, ik ken Somohadjo ook niet. Dus de politie is nog bezig, het onderzoek op digitaal. Ja, het is een stukje moeilijker, maar ten aanzien van die mevrouw die zich voorstelt, presenteert als de voorzitter van de bond, die is gemakkelijk. Waar ze heeft gelezen, een petitie die niet getekend is, dus zij is verantwoordelijk. Twee, ze heeft gelezen, dus daar moet ze corrigeren. Overal, ook bij u, waar ze gezegd heeft, waar het uitgezonden wordt, daar moet ze corrigeren. En ik hoop dat de rechtsstaat leeft, ja, dat men niet iedereen kan beschuldigen. Partijleider voorzitter Paul Somohadjo. Hij wacht op de uitspraak van de kortgedingrechter in de kwestie van de beschuldigingen van vakbondsleider Alisa Grant.